Een aantrekkelijk perspectief. Elke maand geld krijgen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Als je ziek bent, heb je recht op een WIA-uitkering. Maar ja, dan ben je ziek. Zou het niet mogelijk zijn dat je ziek bent zonder dat te zijn? Ik bedoel dat het UWV denkt dat je ziek bent, maar dat je er zelf helemaal geen enkele last van hebt. Dat is natuurlijk fraude, maar ja. In een koffiehuis kom je Bayram K. tegen. Bayram K. die kan je wel aan een WIA-uitkering helpen. Hij kent een psychiater, Sinan G., en bij hem kan je elke psychiatrische diagnose kopen die je wil. En je koopt bij hem een WIA-zekere psychiatrische diagnose. Bayram K. helpt je ook bij de voorbereiding voor de medische WIA-keuring. Hij neemt de rol door die je moet spelen met een dergelijke psychiatrische diagnose. En om je daarin te ondersteunen, geeft hij je, vlak voordat je het onderzoek ingaat, een pilletje. Bayram K. is ook de neef die je zal begeleiden tijdens het verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Dit verdienmodel kwam tot een eind dinsdagochtend 16 januari 2011. Toen viel de SIOT met 140 man op 15 plaatsen binnen. Er werden 4 personen gearresteerd, waaronder 2 psychiaters. Dit is natuurlijk een schandalige zaak, maar laten we de hand in zijn eigen boezem steken. Ik heb het idee dat zowel verzekeringsartsen als bedrijfsartsen vaak te gemakkelijk een medische verklaring accepteren voor verzuim. Verzekeringsartsen nemen bij een WIA-keuring forfaitair zonder discussie aan dat ziekte het verzuim verklaard heeft. Bedrijfsartsen weten hun rug iets rechter te houden, maar ook hier gaat er wel eens iets mis. En met name is dat er geen informatie opgevraagd wordt bij de huisarts. En de tweede onzorgvuldigheid is dat de meekomer te gemakkelijk toegelaten wordt tijdens het bedrijfsgeneeskundig onderzoek. Je leest het allemaal in Arbo Info 180. En vergeet niet de video te bekijken. Die video gaat onder andere over de praktijk van de sociale recherche.